lijkt erop dat het Canisius Wilhelmina ziekenhuis toch gaat intrekken in de nieuwbouw bij haar externe polykliniek op de Waalsprong. Het ziekenhuis denkt eind deze week tot overeenstemming te komen met ontwikkelaar ABC vastgoed over de huurprijs. CWZ maakt sinds 2007 op de Waalsprong gebruik van noodlokalen die er eigenlijk maar 5 jaar zouden staan. Het ziekenhuis kwam in 2012 met ABC vastgoed tot een overeenkomst over de huur van een nieuw te bouwen complex. Maar later ontstond er een conflict over de interpretatie van deze overeenkomst. De uitkomst zou hoe dan ook zijn dat CWZ meer moest betalen dan dat het voor ogen had. En dat wilde het ziekenhuis niet. Er werd nog gedreigd met het zoeken van een nieuw pand, maar nu lijken de partijen er samen toch uit te gaan komen. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.